Helemaal beste kijkers van Fish, Bouke hier weer met een nieuwe video met vandaag een Call of Duty Modern Warfare 2 gameplay. Ik speel hier een team deathmatch op de map Afghan en ik haal een tactical nuke en ook nog eens meer dan 40 kills in een regular team deathmatch. Ik speel hier met de FAMAS met silencer en als secondaries gebruikte ik M93 Revicas Akimbo. Ik had ook nog een Semtex en twee stun grenades bij deze class en ik speelde met de perks Slate of Hand Pro, Stopping Power Pro en Commando Pro. En mijn killstreaks waren in dit padje de Harrier Strike, de Chopper Gunner en de Tactical Nuke. Ik dacht, ik laat jullie eens een keer een Modern Warfare 2 gameplay zien. Omdat jullie de laatste tijd op Fish zijn kanaal volgens mij best wel vaak Call of Duty Ghosts gameplay hebben gezien. En ik dacht, het is wel weer eens een keer leuk om te variëren op het kanaal van Fish. Dus ik dacht, ik breng jullie gewoon een lekkere Modern Warfare 2 gameplay. Fish had natuurlijk zelf ook een serie op Modern Warfare 2 genaamd Saturday Nuke Fever. En dat was gewoon een live commentary op zaterdag. En dan ging hij proberen in een live padje een tactical nuke te halen. En het lukte hem eigenlijk best wel vaak. Dus ik vond het altijd een erg leuke serie om te kijken. Ook vooral omdat het dus een keer wat anders was dan bijvoorbeeld Black Ops 2 of Modern Warfare 3. Maar gewoon weer een keer Modern Warfare 2. En ik dacht, het is nu ook wel weer een keer leuk. Want jullie hebben waarschijnlijk allemaal wel heel veel Call of Duty Ghosts gameplay gezien. En ik dacht, het is wel weer eens leuk om Modern Warfare 2 te uploaden. Op mijn eigen kanaal varieer ik ook alweer wat meer met Call of Duty's. De eerste maand voor Call of Duty Ghosts wilde ik gewoon voornamelijk lekker veel Ghosts uploaden. Alleen nu upload ik ook gewoon weer Black Ops 2, Modern Warfare 2. Zo nu en dan weer Modern Warfare 3. En ook gewoon nog Call of Duty Ghosts. Want dan, ja, dan komt gewoon wat variatie in de gameplays en in de video's. En dat vinden de meeste mensen altijd wel leuk. Dus ik hoop ook dat jullie dat leuk vinden. En misschien even een like achterlaten voor Fish, dat steunt hem gewoon weer, zodat zijn kanaal lekker actief blijft. En als hij dan weer terugkomt en hij gaat zelf weer verder met zijn YouTube, dan is dat ook gewoon leuk om te zien dat hij op de afgelopen video's, dat hij er even niet kon zijn, gewoon veel likes en steun heeft gekregen, ook vooral in de comments en zo. Ik weet wel zeker dat Fish dat erg leuk zal vinden. En ja, wij doen dat dan ook gewoon graag voor hem, zijn kanaal actief houden en video's voor hem maken. En ja, soms dan lukt het gewoon even niet, maar ja, ik zelf probeer het gewoon één keer in de week te doen. Misschien wat vaker, omdat ik nu merk dat er wat minder mensen wat minder vaak een video opsturen naar Erik. Want Erik beheert natuurlijk het kanaal van Fish. En daar heb ik sowieso wel respect voor Erik, dat hij dat doet. Volgens mij heeft hij het erg druk, want hij zit sowieso met zijn eigen kanaal. Met Fish zijn kanaal, met Overpowered NL. Dus volgens mij heeft hij het best wel druk met alleen YouTube al. En dan heeft hij natuurlijk ook nog zijn dingen in zijn eigen leven. Dus sowieso Erik, goed dat je dit doet. Echt, daar heb ik respect voor dat je het ja, allemaal gewoon doet voor Fish en zijn kanaal actief houdt. Dus blijf dat zeker doen. Je doet het goed volgens mij. Hij maakt ook altijd de thumbnails voor deze video's die ik maak. Want ik kan dat zelf niet op mijn eigen kanaal gebruiken. Ik niet eens thumbnails. En dan maakt Erik gewoon de thumbnail voor de video. En ja, dat is gewoon hartstikke chill. Erik, sowieso daar bedankt voor. Ik hoop dat jullie de gameplay leuk vonden. Hij zit er alweer bijna op. Want ja, een nuke die haal je best wel snel. Omdat je natuurlijk gewoon met je Harrier Strike en je Chopper Gunner kills kunt maken. Om die tactical nuke te halen. En dat vind ik erg fijn aan Modern Warfare 2. Gewoon lekker chill. Een tactical nuke. En het geeft een soort van machtgevoel, die tactical nuke. Dat vind ik er zo leuk aan. Want je kan er de game mee beëindigen. En dat vind ik wel chill aan de tactical nuke. In ieder geval, bedankt voor het kijken dus. Doe even een duimpje omhoog. Plaats even een comment voor Fish. En abonneer even op mij en Fish als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik jullie bij de volgende video weer terug te zien. Later mensen, tot de volgende video.